Op RingTV liep de voorbije weken het bijzondere programma Taalhelden. 4 weken lang kreeg je daarin tips over hoe je als Nederlandstalige mensen die Nederlands leren kan helpen om onze taal onder de knie te krijgen. Het project kreeg de steun van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven Bart Somers. Voor die mensen is het heel belangrijk om niet alleen de les Nederlands te leren, maar ook de kans te hebben om dat Nederlands te oefenen. En daarvoor zijn projecten zoals die van RingTV heel belangrijk om mensen daarop te sensibiliseren. Wanneer iemand een beetje tijd vrijmaakt om met zo'n nieuwkomer te praten, te converseren, de dialoog aan te gaan, is dat voor die nieuwkomer een ongelooflijke opportuniteit, niet alleen om Nederlands te leren, maar eigenlijk ook om onze samenleving beter te begrijpen. Meer en meer anderstaligen raken overtuigd van de noodzaak om Nederlands te leren. Dat zie je ook in de cijfers. In 2019 waren er ongeveer 22.970 mensen die inburgeringscursus moesten volgen en dus als inburgeraar NT2 Nederlands tweede taal volgden. Maar in totaal waren er in Vlaanderen 122.000 mensen die NT2 volgden. Dus laat ik maar zeggen, 5 keer zoveel als diegenen die we verplichten om het te doen. Dus er is een grote bereidheid bij heel veel mensen om het Nederlands te leren. En die grotere bereidheid is er zeker ook in de Vlaamse rand. Het zijn niet alleen de Franstaligen, het is de anderstaligheid. Hè, die toch wat meer richting het Nederlands begint te kijken en beter begrijpt dat daar toch veel opportuniteiten liggen om dat te volgen. Niet alleen in de verwerking van het Nederlands, maar door hun kinderen ook naar een Nederlandstalige school te sturen en door contact te zoeken met Nederlandstaligen en Vlamingen in de rand, ja, bouw je ook een sterker netwerk uit. En in die netwerking hebben we nu eenmaal nodig om niet alleen een gelukkig leven te leiden, maar ook een geslaagd leven te leiden. Dus ook op dat punt denk ik dat dat heel belangrijk is. Is Joost in de Ja. Oké, dankjewel.